Dat is al een heel tijdje geleden. Dat dateert van ongeveer 20 jaar geleden, toen ik contact had met een arts in het kader van zijn einde loopbaanplanning. En ik was zo eens aan het polsen wat hij verder ging doen na het stopzetten van zijn loopbaan als arts. En die zei van, ik ga gewoon verder doen wat ik nu al deed, namelijk heel vaak mensen proberen te helpen. En artsen zonder vakantie was een van de domeinen waar hij toen reeds zijn tijd aan besteedde ook. Wel, waar ik vooral door geraakt was, was het feit dat die dokter vertelde van, kijk, door dit te doen, kunnen we uiteindelijk onze hulpverlening overbodig maken. We kunnen onze expertise, onze kennis ter plaatse overdragen aan lokale zorgverstrekkers, waardoor artsen zonder vakantie op termijn in feite op die plaatsen niet meer nodig is. Hier bij ons in België zijn we allemaal zo gewoon dat gezondheidszorg er is en heel kwalitatief is. Maar als je op reis gaat, dan merk je natuurlijk dat dat alles behalve evident is. En het is op dat moment dat je, denk ik, gaat respect opbrengen voor de passie en voor het werk van dokters. En zeker voor degenen die bereid zijn om dan nog eens in hun vrije tijd activiteiten op te zetten in het buitenland. Chapeau voor dat engagement. Voor ons is het niet belangrijk of dat een organisatie die we steunen een heel grote naambekendheid heeft, of dat we daar grote marketingdoelstellingen mee kunnen bereiken. Hetgene dat voor ons echt telt, dat is of het goed aansluit bij wat er leeft bij onze klanten en wat zij zelf belangrijk vinden. Omdat Artsen zonder vakantie een heel sterke connectie heeft met onze doelgroep, de zorgverstrekker. Onze klanten herkennen zich daar ook in en door dit als bank te ondersteunen, ondersteun je een stukje hun manier van werken en doen, denk ik. We kiezen voor een beperkt aantal projecten die we structureel en op lange termijn goed kunnen opvolgen. Dat heeft voor alle tweede partijen voordelen. Voor onze partner wil dat zeggen dat hij over een langere periode zekerheid heeft financieel dat hij gesteund gaat worden. Voor ons als organisatie heeft het voordeel dat we elkaar echt goed kunnen leren kennen en dat we ook een vertrouwensband kunnen opbouwen. Dat we goed kunnen opvolgen, wordt het geld goed besteed, wat in deze situatie bij ons altijd het geval geweest is. Wat ik heel fijn vind aan de samenwerking met Artsen zonder vakantie, is ook de transparantie die ze bieden in het gebruik van de middelen. Je weet heel duidelijk waarvoor welke middelen worden gebruikt, voor welke doeleinden ze worden ingezet. En dat schenkt vertrouwen als partij die het vertrouwen geeft aan Artsen zonder vakantie. Eén keer per jaar hebben wij een afspraak met de directeur van Artsen zonder vakantie. Bespreken we het jaarverslag en de financiële situatie. En dat maakt dat we veel ruimer kunnen gaan dan alleen maar ondersteuning. Maar bijvoorbeeld ook hoe kunnen wij helpen met een artikel te publiceren in onze klantentijdschriften. Of kunnen we bijdragen met advies of met expertise. En dat helpt om een win-win te creëren tussen de twee partijen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen voor een bank, dat is eigenlijk in de eerste plaats een veilige haven zijn voor onze klanten. Dat is als goede huisvader of goede huismoeder omgaan met het geld van die klanten, het beschermen en een lange termijnvisie daarop hebben. Mecenaat, dat is een beetje kijken wat je kan terugdoen voor de maatschappij. Wij werken elke dag met succesvolle ondernemers en vrije beroepen. Maar we weten natuurlijk ook dat we daar eigenlijk heel geprivilegeerd in zijn. En daarom willen we ook iets terugdoen voor mensen die het minder goed hebben. En dat slaat terug op de onderliggende waarde die je als organisatie hebt. En die ook herkend wordt en vandaag gevraagd wordt door zowel de aandeelhouders als door de klanten, als door de collega's, door het personeel. Wel, ik wens artsen zonder vakantie vooral toe dat ze kunnen blijven doen wat ze vandaag doen. Dat ze het engagement van artsen en andere zorgverstrekkers kunnen blijven gebruiken om andere mensen die veel minder goed toebedeeld zijn, effectief de nodige hulp te kunnen bieden. Veel hoop, veel doorzettingsvermogen en heel veel passie om goede dingen te blijven doen.